Nu mag ik het afgelopen jaar gaan samenvatten in 5 minuten. Dat is toch wel een uitdaging en misschien wordt het ook wel iets langer dan 5 minuten, maar dat neemt mij hopelijk niet kwalijk. Want de dag van de opnames voor Jacobine op 2, waar mijn verkiezing bekendgemaakt werd, dat voelt eigenlijk ook nog als de dag van gisteren. Sinds die uitzending en sinds sommigen mij feliciteerden met mijn uitverkiezing, is er heel wat gebeurd. Het is een heel erg mooi jaar geweest, een bijzonder jaar, leerzaam en een achtbaan aan ervaringen. En Martine Versteeg die zei al op Twitter, het heeft u volgens mij veel gekost, maar ons en hopelijk jezelf ook veel gebracht. En dat is denk ik wel een goede omschrijving. Ik heb dit jaar op heel erg veel dingen ja gezegd, om er vervolgens achter te komen dat het soms beter, maar ook wel een stuk moeilijker is om nee te zeggen. Ik heb me heel erg energiek en enthousiast gevoeld, maar soms ook best wel moedeloos. Ik heb veel mensen leren kennen en me heel erg verbonden gevoeld met anderen, maar op andere momenten juist eenzaam en ontworteld gevoeld. En als ik over twintigers spreek of over mijn generatie, dan heb ik het altijd ook over mezelf. En soms ben ik wel een beetje als die predikant die in de eerste plaats vooral voor zichzelf preekt. Maar gelukkig niet alleen voor mezelf. En ik ben positief verrast door alle vele plekken waar ik in gesprek mocht gaan, waar ik heen naartoe mocht reizen, waar ik mijn ideeën heb kunnen delen. En ook als ik geen jonge theoloog des vaderlands ben, gaat dat gewoon door wat mij betreft. En graag had ik het stokje vanavond overgedragen, maar het komende jaar moet het vaderland helaas zonder jonge theoloog doen. Maar wel ga ik samen met andere jonge theologen, hier ook aanwezig, de komende tijd nadenken over welk profiel de volgende jonge theoloog des vaderlands zou moeten hebben. En hoe die verkiezing er dan ook uit zou moeten zien. Maar wie die volgende jonge theoloog van 2023-2024 dan ook wordt, ik heb al wel wat tips voor hem of haar om mee te geven. En de eerste tip zou zijn, zorg dat je een auto hebt. Dan hoef je namelijk niet opgehaald te worden bij het station, zoals bij mij het geval was. En kan je ook ongemakkelijke gesprekken als, ik haal je op bij de kiss and ride. Ja, je krijgt wel de ride, maar niet de kiss natuurlijk, hè, Anna? Kan je dan voorkomen. Of zorg juist dat je wel met de trein komt, zodat wanneer je daar de lezing, als je dan aangeklampt wordt door oude mannetjes die hun gesprek beginnen met bent u met mij van mening dat, je kunt zeggen dat je helaas toch echt weg moet om de trein te kunnen halen. En zorg dat je kledingkast bestaat uit jasjes en semi-serieuze kleding die bijdragen aan een deskundige en gewichtige uitstraling, zeker als jonge theoloog. En mijn volgende advies zou zijn, vraag een spreektarief van minimaal 500 euro, zodat je het wat rustiger hebt dan ik het heb gehad en je ook meteen je psycholoog kunt betalen. En hoezeer mensen ook benadrukken dat 50 euro een goed tarief is om in een zaaltje te spreken over theologie voor gemeenteleden, dat is het niet, kan ik vertellen. Net zoals dat het geen goed idee is om je uit te laten betalen in bol.com-bonnen. En neem aan het begin van je jaar een etikettenles, zou ik zeggen. Zodat je geprutst met onbevallende gebakjes en gedoe met koffie en thee bij het zoveelste jubileum van de Raad van Kerken in Lutjebroek kunt voorkomen. En zodat je ook weet dat een informal dinner bij de ambassade in Den Haag om de theoloog Thomas Halik te ontmoeten eigenlijk heel erg formeel is. En wat je ook doet, log vooral niet in bij Duo. Want je studieschuld die bestaat dit jaar namelijk. Verwacht niet dat je ooit een huis zou kunnen kopen met wat je doet als jonge theoloog des vaderlands. Een studeerkamer blijft voorlopig je natuurlijke habitat. En van enkel het applaus van anderen kan je niet leven. En wees bereid om elke willekeurige journalist over elk willekeurig onderwerp van je mening te voorzien. Om vervolgens iets in de krant terug te lezen wat een willekeurige mening is, gepresenteerd als die van jou. En als je je mailbox opent, verwacht dan het onverwachte. Mensen die je willen bekeren, mensen die een unieke godsopenbaring hebben gehad, mensen die je boek bij proberen te slijten en vervolgens een factuur sturen, mensen die je wijzen op de spelfout op je website, je komt het allemaal tegen. En ook wel handig is dat je ondersteund wordt door een social media expert om mee te beginnen, een belastingadviseur, een secretaris die je afspraken beheert, een websitebouwer, een inhoudelijke sparringspartner en dat vergeet natuurlijk ook niet een naaister die indien nodig een narrenmunt of ander attribuut kan verzorgen indien nodig. Ik kijk even naar mijn moeder, naar deze. 6 FTE aan ondersteuning zou niet bestaan, als ik
trainer die niet alleen de corona-kilo's, maar ook de jonge theoloog-kilo's er weer afhaalt, ook alweer af. En hoewel je te horen krijgt dat je de hoop van de kerk bent, zorg dat je genoeg mensen om je heen hebt voor wie je niet de jonge theoloog des Vaderlands bent. En die je met beide benen op de grond houden. En tenslotte, laat je vooral verrassen. Laat het gebeuren. Stort jezelf in nieuwe situaties. Val en sta ook weer op. Sta open voor het onverwachte, voor bijzondere ontmoetingen, voor uitnodigingen van kerken op plekken waar je nog nooit van hebt gehoord. En zoals in Jozua 1 vers 9 staat, ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. En voor mij zit het er weer op na deze avond als jonge theoloog des Vaderlands. Maar eerst wil ik nog wat mensen bedanken. En nou ja, zoals dat gaat met bedanken, daar vergeet je altijd mensen. Dus eigenlijk moet je daar niet aan beginnen. Dus ik beperk me tot 2 mensen. En de rest die weten hopelijk wel dat ik ze ook heel dankbaar ben. Allereerst Siska Stark. Kan helaas niet aanwezig zijn vanavond. Siska was mijn supervisor vanuit de PTAU. We hebben vele gesprekken gehad samen. Mijn dilemma's, mijn worstelingen, mijn vreugde en verdriet kon ik met haar delen. En als dan Editie NL belde, omdat ze het wilden hebben over wat paashazen en paastakken te maken hebben met het christelijke paasverhaal, dan kon ik haar om advies vragen. En kwam zij met een mooi verhaal over vruchtbaarheid, over rituelen en liturgische tijd, waar ik dan weer mee verder kon. En ik bewonder haar als mens, haar warmte, haar wijsheid en haar geduld. En ik ben heel erg dankbaar dat zij dit jaar met mij mee op wilde lopen. En als tweede wil ik Rick bedanken. De filosoof en theoloog verbond als HR-manager. De man die Nietzsche het liefst een moderne kerkvader zou moeten maken. Bedankt voor je liefde en je steun de afgelopen jaar. Voor de vele telefoongesprekken en weekenden met bottom-up brainstorm sessies. En samen zijn we net zo goed team als Carol Bart en Charlotte van Kirsten. En tenslotte wil ik ook nog even stilstaan bij het feit dat mijn vader ook deze mijlpaal niet meer mee zou kunnen maken. En met dat gemis en met die lege plek die hij achterlaat, zullen wij moeten leven. En terwijl weet ik dat hij ongetwijfeld trots zou zijn geweest. Dat als hij mijn ontwikkeling zou hebben gezien van het afgelopen jaar, dat hij daar blij mee zou zijn en vooraan zou hebben gezeten. En na vandaag houdt het niet op. Er is nog genoeg te doen wat mij betreft op het grensvlak van theologie en samenleving. De theologie ligt op straat, ze ligt voor het oprapen. En ik hoop dat we dat ook als theologen steeds meer gaan zien. We hebben mensen nodig met gevoel voor wat er speelt in de samenleving. Met scherpe cultuuranalyses, een volle theologische rugzak en met vaardigheden om goed te kunnen communiceren en om met de media om te gaan. Die kennis en vaardigheden komen wat mij betreft niet uit de lucht vallen. En ook de opleidingen mogen daar nog meer mee doen, zou ik zeggen. En ook zou ik nog wel eens een media masterclass voor theologen willen organiseren. Dat terzijde. Ik kijk in ieder geval uit naar wat nog gaat komen. Ik ben bovenal dankbaar voor alles wat ik heb mogen doen. Voor de goede gezondheid, voor de energie die ik heb mogen krijgen. En ook voor de realisatie dat de toekomst van de kerk en van het geloof uiteindelijk niet van mij of van ons afhangt. Vanuit dat besef mag ik met een gerust hart afscheid nemen als jonge theoloog des Vaderlands en mijn weg verder vervolgen. Dank u wel.